Even, Frank de Boer is kapot gemaakt door de media. Vind je dat ook? Nee. Nee? Nee. Heb je het toevallig gehoord, de podcast van de zeker, week? Guido Albers, zaakwaarnemer Frank de Boer, zat in een podcast. En dat ging natuurlijk ook over het EK natuurlijk, waar hij de bondscoach was. En over de rol van de media. Toen zei hij er dit over. Ja. En nu we het toch over Frank de Boer hebben, is er nog een kans dat hij terugkeert? Weet ik niet. Kijk, hij heeft natuurlijk de tendens die er nu was, maakt het ook niet leuk om lekker aan het werk te gaan. In ieder geval is je enthousiasme echt een beetje verloren voor het vak? Ja, ik denk dat hij wel kapot is gemaakt, zeg maar. Echt kapot is geschreven door een aantal mensen, weet je. Dus ja, dat is wel lelijk. Er was toch ook eerst sprake bijvoorbeeld van een rol in de Ajax-jeugd? Zou dat misschien niet wat voor hem zijn? Dat is wat meer in de luwte. Kan hij die talenten ontwikkelen? Kan hij toch ook weer lekker op het veld staan met die jongens? Ja, dat kan. En dat had hij ook, bij Ajax wilde hij ook graag wel terug. Maar ja, hij heeft zijn schoonzoon die fluit. Ja, lichtgevoelig. En dat lichtgevoelig. En die daarvoor heeft hij toen de keuze gemaakt. Daar wil ik niet zijn carrière niet blokkeren. Joey Kooi. Ja. Wat heeft dat Joey Kooi is ik heb dat gehoord. Ik begrijp het verband niet helemaal. Nee. Omdat zijn schoonzoon fluit, kan hij niet terugkomen als trainer. Dat ziet helemaal in verband. Nee. Joey Kooi is dat daarna. Ja. Ja. Maar dat snap ik ook niet. Maar het eerste heeft het eerst gehad. Hij is kapot gemaakt door de media. Frank de Boer. Ja, ik heb het gehoord. Een redactie, dit van jou, die stuurde het op. En ik ben eens even gaan kijken. Hmm. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat een trainer op basis van een paar meningen zou worden geslachtofferd. Kijk. Dat EK, dat was, ja, dat waren drie overwinningen tegen Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië. Daar val je niet van achterover. En toen kwam Tsjechië. En daar vlieg je dan met 2-0 van. En sinds het contract stond, kwartfinale, anders is het over. Ja, dat gebeurde dus niet. Ja. Dat leek me een normale gang van zaken. Ja, en hij zei ook bij Guido Albers, hij speelt het systeem waar Van Gaal nu heel erg op geprezen wordt. En Frank werd erop aangevallen. Ja, ik vind het overigens jammer dat Frank de Boer niet terugkomt als trainer. Ja. Die conclusie geeft hij nu mee, Guido Albers. Want het is gewoon een hele aardige gozer. En een prachtige staat van dienst. Mm. Die een beetje verkeerde keuzes heeft gemaakt. Ik weet niet wie die voor hem gemaakt heeft. Het gaat ook om het presteren als trainer zijnde, toch? Dat kan wel een aardige gozer zijn, maar hij moet gewoon presteren. Nee, maar hij is fysieke kampioen met Ajax geworden. Ja, dat wel, maar daarna bij andere clubs. Vervolgens is hij naar Inter gegaan, naar jouw Inter. Na drie maanden ontslagen. Daar ben ik bij hem op bezoek geweest. En toen wilde hij alles veranderen op zijn Nederlands. Wilde hij mensen aanpassen, mensen wegsturen. Een paar lastige spitsen. Nou, dat is niet gelukt daar. Nee. En dan komen de keuzes. Dan ga je naar Crystal Palace. Ja. Ja, sorry, maar... Ja, maar daar werd wel beloofd dat hij veel spelers kon kopen. Maar er gebeurde helemaal niks. Hè. Dus misschien dat je daar nog kan zeggen van... Nou, dat is niet zijn schuld. Mensen als Mourinho zulke grappen over je maken, zoals hij heeft gedaan, Mourinho. Weet je wel, die maakt nog steeds grappen over. Weet je wat natuurlijk ook met Guido Albers is? Dat zijn ook nog eens een keertje... goede vrienden. Ja. Dus die is er emotioneel veel meer bij betrokken dan bij elke andere speler. En dat ik denk dat een beetje is, uiteindelijk. Want als je echt op de prestaties afgaat, wat we net ook zeggen... Ja, dan is het niet dat hij is weggeschreven. Dan is het natuurlijk gewoon dat hij gefaald heeft. Het heeft er ook met zijn eigen communicatie te maken, Wim. Het gaat er ook over hoe je op een gegeven moment je verhaal vertelt. Nou, ik denk dat het wel meespeelt als je iets meer charisma hebt... en het allemaal een beetje beter kan sturen of zo. Weet je wordt natuurlijk wel afgerekend. Maar dat speelt natuurlijk wel mee. Dat je dan veel sneller de sympathie hebt of... dat mensen daar of journalisten daar gevoelig voor zijn en je wat positiever benadert. En hij had geen Kees Jansma bij zich. Ik bedoel, hij had Miel Brinkhuis bij Ajax, die stuurde hem. Nou, maar Miel Brinkhuis is wel een goede perschef, hè? Ja, maar die was een perschef bij Ajax. Maar bij het Nederlands elftal had hij natuurlijk Bas Stichler, toch, neem ik aan, op dat moment. Dat weet je heel goed. Ja, dat weet ik inderdaad. Dit is een sluwe vos, hè, Wilfred? Ja, hij kent het klappen van de zweep kent hij, die Kees. Maar hij had een Kees Jansma nodig gehad, denk ik, op zo'n moment. Ik heb zelf Bas Stichler gevraagd dat hij mij wilde opvolgen. Dus ik vind Bas Stichler heel erg goed. Ja? Nee, maar kijk, Frank de Boer. ik vind dat Frank de Boer wel moet terugkeren als trainer. Waarom zou je... je hebt een aantal mislukkingen, en? Ja. Dat overkomt aan ieder van ons, helaas. Zeker. En waarom moet hij dan voor eeuwig worden verbannen? Cocu komt ook terug. Ja. En die kunnen hooguit zeggen dat die generatie... wat verkeerde keuzes gemaakt heeft. Of zichzelf heeft overschat. Dat kan ook natuurlijk, hè. Maar om te zeggen van... de man is nog hartstikke jong. Ja, weet ik wel, maar wie zou hem dan... Maar dat maakt er niet uit. Het zal er wel ergens een club zijn die hem ooit zal benaderen. En dan zal hij toch weer terug kunnen keren in het vak. Omdat hij her en der gefaald heeft, mag je niet meer... Maar welke niveau praat je dan over? Want, kijk, Vitesse is nu de club van Cocu geworden. Ja. Die neemt daar, ik zal zeggen, aanhalingstekens genoegen mee. Terwijl hij bij PSV natuurlijk die ambitie had om hoger op te gaan daarna. Waar moet je bij Frank de Boer dan aan denken? Nou ja, iedere club die op een gegeven moment geïnteresseerd is. Hij is toch, Guido Albers is toch een gepokte en gemazelde zaakwaarnemer. Die kan er wel een club voor hem vinden. Ja, Heerenveen, dat soort clubs. Ja, dat is het dan. Dat is het niveau dan. Waarom niet? Zeg je? Waarom niet?
Nee, nou, misschien wil hij zeggen. Ik zeg ook niet van niet. Nee. Ik zeg, je moet op een gegeven moment. Dat had ik bij Kokoui ook, daar hadden we het vorige week over. Mm-hmm. En toen zei ik, ja, maar hij is wel wat anders gewend natuurlijk. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat je dag een beetje invult. Hè? Dat je dus leuke dingen doet. Dat je plezier hebt in dat spel. Want dat is toch je lust in je leven uiteindelijk. Ja. Dus dan moet je daar... Deze tijd moet je toch ook een beetje je verhaal kunnen vertellen. Een beetje kunnen communiceren. Voor een camera staan, goed verhaal. Ik weet niet welke coaches jij nou hebt gehad waarvan je echt dacht... dit gaat nergens over wat die man aan het roepen is. Zowel in de kleedkamer als voor de camera. Guinness Israël was dat. Guinness Israël? In de jeugd, bij Jong Oranje. Maar lagen we echt helemaal dubbel. En dan ging die bespreking houden. Die had een humor, die man. Nee, maar een mooie kerel. Maar ja. En dan ging die bespreking houden, al die namen op het bord. En dan zei hij... linksbuiten is dingetje. Weet je wat het was? Dingetje. Ah. Dus de namen staan gewoon op het bord. Hè? Maar hij wist gewoon de namen niet. Ja, dingetje speelt linksbuiten. En dan zaten wij allemaal aan elkaar aan te kijken. Van, wat is dit dan weer? Dus die was niet zo heel goed in de communicatie. Humor, ja.